In café Dave van den Burg ten Beekendonk werd zaterdagavond 1 februari een binnenfietsavond gehouden. De opbrengst was bestemd voor team Stofberg. Dat gaat deelnemen aan de Alpe d'Huez. De finalisten waren Garage van den Horst 1 en Top Gardens. Tijdens de estafettewedstrijd moesten de deelnemers om beurten een glas bier leeg drinken. De eerste ronde werd gewonnen door Top Gardens, de tweede door Garage van den Horst 1. De eindwinnaar was Top Gardens. De eigenaar van Top Gardens overhandigde het gewonnen bedrag van 100 euro aan team Stofberg. Na een welverdiende pauze gaan we nou dan nog verder met het tweede deel. De volgende teams mogen naar voren komen. Go! Twee, één, en go!